oostelijk Flevoland, net bij Elburg, de brug over. Waar staan we hier? We staan hier aan de Ellerweg, eigenlijk 4 kilometer van de brug van Elburg vandaan. In de Oostrand noemen wij het. Dat is een heel leuk gebied. Het is een combinatie van landbouw, natuur en recreatie. En hier ontvangen we ook graag bezoekers. En nou in dit jaargetijd kunnen we toch genieten van een prachtige bloemenzee van de tulpen die nou bloeien, of niet? Ja, geweldig. Tenminste, wij genieten er zelf natuurlijk heel erg van. Maar wij proberen ook anderen ervan mee te laten genieten. En vandaar dat we dus een tulpenroute georganiseerd hebben. We zijn een stichting die dus wandelroutes, fietsroutes en een grote autoroute door de gemeente Dronten hebben samengesteld. Langs de tulpen. En nou, die begint ergens of op diverse plekken? Nee, die kun je op verschillende plekken kun je die oppakken. Je kan via de website kun je de kaarten daarvoor downloaden. Maar wij gebruiken dus de tulpen eigenlijk als middel om ons gebied te promoten. De routes zijn bewegwijzend, eigenlijk in een periode van een week of 3. Vanaf half april tot begin mei, want dan zijn de tulpen op het mooist. Ze bloeien niet allemaal tegelijkertijd, want we hebben vroege tulpen en late tulpen. En op enig moment worden ze gekopt ook. Dus je kan het treffen dat je heel veel velden ziet en het kan ook wel eens iets minder zijn. Waarom zijn hier in Oostelijk Flevoland zoveel tulpenvelden? Nou, dat ligt eigenlijk aan de grond. De kleigrond is heel goed voor de tulpen. Daar groeien dus hele sterke, goede bollen op. Van oorsprong was natuurlijk Noord-Holland bekend om de tulpen. Maar er zijn dus heel veel Noord-Hollandse tulpenkramen, noem je dat, tulpenboeren. Die huren hier in Flevoland grond, onze goede grond dan, om dus de tulpenbollen te groeien. En dat kan op deze klei, omdat de nette teelt is ontwikkeld. Dat wil zeggen dat de tulpen tussen netten groeien. Aan de onderkant zit een laag, is een net. Daartussen zitten de tulpen en bovenop is ook weer een net. En daardoor kunnen de tulpen vrij schoon gerooid worden. De tulpenboeren willen graag nieuwe, verse grond hebben. Want je kan maar 1 keer in de 6 jaar kun je tulpen telen op hetzelfde perceel. En vandaar dat wij tulpen hebben nou in Flevoland. Als ik dan kijk hoe een kleurschakering dat is, er zal wel opgelet worden hoe zo'n bol met kleuren geplant wordt hier? Sommige tulpenboeren maken daar ook echt een sport van. Als ze dan een wat kleinere, specialere tulpen hebben en dan proberen ze die echt op een mooie manier naast elkaar te leggen. Maar aan de andere kant zie je ook grote velden. Hier in de buurt is ook een veld van ongeveer 30 hectare. Daar staan ook wel meerdere kleuren op. Maar er zijn echt hectares van dezelfde kleur. Ja, allemaal voor de export eigenlijk. Deze tulpen worden dus niet gegroeid of niet voor de tulpen, voor de bloem, maar echt voor de bol. Vandaar dat ze zo meteen ook gekopt worden. De eerste bedoeling is dat dus de tulpen genoeg lengte krijgen. Want als ze lengte krijgen, dan kun je dus de bloemen eraf knippen eigenlijk of snijden zonder dat het blad beschadigd wordt. Want de bloem vraagt eigenlijk te veel energie van de bol. En de tulpenboeren kweken de bollen voor dus de vermeerdering van de bollen. Want er komt dus een klein bolletje of kleine bolletjes komen er weer aan. En dat is eigenlijk waar dus deze tulpen voor gekweekt worden. Hier gaat het dus eigenlijk om op deze grote velden. Je ziet hier de kleine tulpjes al ontstaan naast de bol. Maar ook hier deze geschubde. En die moeten dus nog uitgroeien tot een volwaardige bol. En dat doen ze eigenlijk door middel van het bladgroen wat in de stengel zit en in de steel. En al dat bladgroen, al die energie, die wordt dus gebruikt om deze tulpenbollen dus groter te laten groeien. En dat je dus straks die tulpjes weer opnieuw kan uitzetten, of die bollen weer opnieuw kan uitzetten, zodat er weer opnieuw bloemen aankomen. En dat hier het veld is dus echt een productieveld voor de bol en niet voor de bloem. De bloemen, dat is een speciale teelt die weer op broeierijen gebeurt, waar dus de tulpen van de tulpenbosjes geteeld worden. De tulpenroute hier in Oostelijk Flevoland combineren jullie met andere activiteiten en bezienswaardigheden?
Dat klopt. Wij gebruiken de tulpen eigenlijk om het hele gebied te promoten. En als mensen dus fietsen of met de auto of gaan wandelen, dan komen ze ook diverse bezienswaardigheden tegen. Je kunt dat zien omdat er dan een blauwe tulpenvlag, zo'n zeg maar beachvlag, aan de weg staat. En hier aan de Ellerweg heb je bijvoorbeeld Hannekes Pluktuin. Dat is een aanrader, want de velden mogen dus niet betreden worden. Daar mag je ook niet in plukken. Maar in Hannekes Pluktuin, daar mag je juist wel en fotograferen in de velden, maar ook plukken. Iedereen is van harte welkom. We staan hier bij Hannekes Pluktuin, bij Hanneke Monsma aan de Ellerweg 18. En een pluktuin. Ik heb een pluktuin. En een pluktuin, waar moet ik dan aan denken? Mensen kunnen bij mij een eigen boeket samenstellen. Ze gaan het veld in, dus ze kunnen meteen de hele Flevopolder beleven. En hier achter de schuur, daar is een veld met heel veel verschillende soorten tulpen. En men trekt de tulpen dan en dan heb je zelf een heel mooi boeket. Dit is jouw pluktuin, Hanneke? Nee joh, dit is gewoon mijn eigen tuin. Ik heb er 80.000 hier achter het schuurtje. Hoeveel? 80.000. Ik ben benieuwd. Ja, nou, kom op. 80.000. Daar gaan we dan naartoe. Ja, helemaal hierachter. Er zijn ook al mensen bezig met plukken. Ja, dat zijn ook al genieters, inderdaad. Die hebben straks een vaas mooi vol eigen tulpen. Deze tulpen die zijn van het najaar geplant? Ja, die heb ik heel laat hoor. Begin december hebben we ze in de grond gedaan. Dat doe ik nog met de hand. Met de hand bollen planten? Ja, ja. Voor de bloembollen? Ja. Hoe kom je daar dan aan? Nou, mijn zwager die is bollenteler. Of in ieder geval, die zit in de bollen. Die woont in Hillegom. En mijn zus heeft ook een pluktuin. Dus die zorgt dat er hele bijzondere soortjes tussen zitten. Vroege, late, dubbele, een enkele, een parkiettulpen. En hij weet een beetje de wegen te bewandelen, zeg maar. En daarom heb ik 250 soorten. Die we nu zien bloeien, ja. Dat zijn de vroegen? Ja, klopt. En ik heb dus inderdaad alles door elkaar. De vroeg en de later, zodat mensen... Ja, dan kan je gewoon kiezen wat je wil. De ene vindt het rauw, weet je wel. Dat eigenlijk de tulp nog helemaal geen kleur heeft. Ja, dat zien we daar wel. Ja, precies. Ja. Die willen ze hebben. Maar ik zou zelf inderdaad zeggen van... pluk ze mooi met kleur, want je plukt ze vers. Dus ze blijven heel lang mooi op de vaas. En hoe lang duurt het seizoen voor jullie hier? Joh, dat doet het weer. Ja? Ik kan het echt niet vertellen. Maar zo 3-4 weken ben je al... Ja. Ja, 3-4 weken probeer je altijd wel. Hoe gaat het hier in zijn werk als mensen hier komen met... ik zie hier een mand staan. Ja. En hoe gaat dat dan verder? Nou, mensen krijgen inderdaad een mandje of een kratje mee. En daar kunnen ze inleggen. En de bedoeling is niet dat je bij mij tulpen knakt, maar tulpen trekt. Dus hebben mensen de bol erbij aan. Maar dat is helemaal prima, want je trekt mooie lengte in de tulp. En als je gaat knakken, ja, dan heb je echt hele kortjes. En dat is echt zonde, want dit zijn echt grote tulpen. Dit is niet wat je gewend bent, zeg maar, bij de Albert Heijn of bij een ander winkeltje. Die tulpen zijn wat groter. Maar hoe gaat dat dan? De mensen die mogen dus hier een eigen boeket tulpen samenstellen. Ja, je mag gewoon kiezen welke kleur. Bijvoorbeeld jij vindt die gele leuk. Ja. Dan ga je helemaal naar onder bij de grond. En dan wiebel je een beetje en dan trek je hem, kijk, zo uit de grond. Nou, ik heb toevallig dan de bol erbij aan. Maar dat is helemaal niet erg. Dat is maar prima. Zo mag je dat meenemen naar huis? Ja. Ja, hartstikke leuk. Kun je zo in een glazen vaas doen. Ga je bloemen plukken? Ja. Wil je ons dat laten zien? Lopen we even mee. Ja. Laat maar zien. Dat is mooi. En nog een plukken. Allermooiste. En jullie ook bloemen plukken? Ja. Welke vind je mooi dan? Alle drie. Alle drie? Ga je er nog een plukken dan? Dat is mooi. Het is niet dat de bol
daar gaat het voor jullie hier om? Nee, nee. Bij mij is het echt de pluktuin, hè. Ja? Bij mij gaat het echt puur om de tulp. En dit zijn ook wel weer andere soortjes dan dat je op de grote akkers ziet. Op de grote akkers is het echt voor export. Echt op kleur, op soort. Ja. En dat, dat is het verschil. Ik oogst de bol niet. Anneke's pluktuin, hoe lang zit jij hier? Nou, dit is nog maar het derde jaar eigenlijk. En ik ben eigenlijk een beetje spontaan begonnen. Zo van, ik ga het nu doen. En het is echt heel erg leuk. Mensen willen beleven. Mensen vinden het leuk om hier lekker te struinen. Lekker even een ochtendje of een middagje gewoon even nou, spelen. En genieten en lekker zen worden hier in de polder. En heb je voor jezelf een doelstelling dat je zegt van over 10 jaar wil ik dit of dat? Nou, ik wil vooral dat mensen gewoon lekker blijven genieten en blij worden hier. Nou ja, wat ik inderdaad heel graag wil is een glazen kas, zodat ik eigenlijk altijd activiteiten aan kan bieden. Want nu ben ik heel erg weersafhankelijk. Kijk, nu waait het, maar als het straks echt regent en ik heb iets georganiseerd, bijvoorbeeld met ouderen, ja, dan moeten we vaak afbellen. Maar die vinden het wel heel erg gaaf om even hier te zitten of even lekker te lopen en de vogeltjes bekijken en nou ja, te, ja. Fijn dat je even zit, Hanneke, of niet? Ja, heerlijk. Ik vind het ook wel heel leuk als ik alle blije mensen zie. Ik vind het prima. Het is in één keer naartoe lopen, of niet? Ja, ontzettend. Niet normaal. Want ik hoorde je net ook nog Duits spreken, want er zijn dan ook Duitse gasten die even langs komen. Ja, dat is heel grappig, ja. Ik vond het zeer bijzonder om hier te wezen. Ik wil jou hartelijk bedanken voor dat we hier opnames mochten maken. En wie weet zien we elkaar nog wel een keer met de zomerdag als jij hier de eenjarigen in bloei hebt staan. Je bent welkom en ik vond het ook heel leuk. En ik geef je natuurlijk een hand en een geweldig. Mooi boeket mee naar huis. Alsjeblieft. Ja.